Hallo en welkom bij een nieuwe review. Wat zal Ahmed nu weer hebben opgestuurd? Even kijken onder het doosje. Het is een platza. Twee zakken chips. Het is geen chips. Ik heb hier één zak popcorn met witte cheddar. En één zak Corolla Reaper flavored chippies. Ach jezus, ontzettende bloedhete chips. Met de heetste peper in de hele wereld gemaakt. Nou, dat wordt weer lachen. Dit zijn natuurlijk snacks uit Amerika. Die kan je hier niet krijgen. Dus die moet je even via internet bestellen als je dit wil proberen. Nou, we beginnen even met zak 1. Is gewoon popcorn. Heel simpel. En is popcorn met cheddarkaas erop. Lekker. Het is eigenlijk gewoon popcorn met een heel klein beetje heel ver weg. De smaak van een beetje cheddarkaas. Gewoon lekker. Als je popcorn lekker vindt, vind je deze ook lekker. Ik vind hem gewoon lekker. De ruikt zelfs lekker. Alles is lekker. 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 Lekker, 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 lekker. Het is gewoon lekker, man. De cheddar popcorn is gewoon hartstikke lekker. Lekker. Het volgende snackje uit Amerika wordt natuurlijk een groot probleem. Dat weten jullie ook. Loeien en loeien hete chips. Ik begrijp helemaal niet waarom dit soort dingen gemaakt worden, want wie vindt dat nou lekker? Maar goed, alles voor de kijkers bij deze reviews, dus ook dit zal ik maar weer doen. Het ruikt al heet. Ja, het zijn gewoon een enorme chippy. Heb je een beetje van die kaasstengels. Holy shit. Oh, het wordt steeds erger. Oh, het wordt alleen maar erger. Oh. Ik lees net dat de California Reaper, zoals deze bloedhete peper heet, die heeft 1,5 miljoen, zit die op de SHU. Dat is de Scoville Heat Units. Zo wordt de hitte berekend. En 1,5 miljoen is heel erg veel. Het zweet begint me echt uit te breken. En ik kan je sterker vertellen, ik begin zelfs een beetje benauwd te raken. Ik zou deze chips gewoon niet zeggen. Dus ik zou dat niet aanraden. God mag weten waarom dit verkocht mag worden. Het is een soort marteling in een zakkie. Even snel de cijfertjes doen, want ik heb nog nooit zoiets heet in mijn mond gehad. Het doet pijn, mijn tong brandt. Tranen staan in mijn ogen. Dus nou goed, de popcorn met cheddar smaak. Gewoon hartstikke lekker, man. Lekker doen, lekker kopen of bestellen. Maar ja, je kan ook gewoon normale popcorn eten. Er is helemaal niks aan de hand. Deze krijgt natuurlijk gewoon een lekkere 7 van mij. Die ontzettende hete chips. Met die California Reaper pepers erin. Moet je gewoon niet doen. Wel natuurlijk leuk om in een bakje te doen. Op een verjaardag en rond te laten gaan. En dan lekker kijken wat er gebeurt. Nou, ik denk dat iedereen gillend wegloopt. Want het is verschrikkelijk. In ieder geval, deze die krijgt echt serieuze 4, want dat is niet te hachelen, zo heet. Nou, hartstikke leuk. Hebben we dat ook weer gedaan? Ja? Nou, bedankt voor alles. Ik ga eventjes ijs eten. Doei. Wat een heerlijk.